Mijn naam is Daniel Renger en ik ben de algemeen secretaris van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeente in Nederland. Ik ben zelf al jaren een deelnemer van de GLS. Allereerst in Lelystad en later mochten we hem naar Rotterdam toe brengen, waar ik jaren voorganger ook ben geweest. En ik ben zelf ontzettend enthousiast over de conferentie de GLS. Eerlijk gezegd, ik denk dat het een van de beste leiderschapsconferenties in Nederland is. En ik zal je uitleggen waarom. Ik geloof dat leiderschap twee benen heeft. En Psalm 78 zegt dat David geroepen werd en dat God over hem zei, hij is een man met een oprecht hart. Hij leidde het volk met een oprecht hart en met bekwame hand. En als ik naar GLS ga, dan word ik gestimuleerd in mijn hart. Dan wordt mijn passie aangesproken, dan worden mijn drijfveren aangesproken. Dan wordt er gesproken over hoe oprecht mijn hart is en mijn karakter en van waaruit ik leiding geef. Maar er wordt ook gesproken over bekwaamheden. Er wordt gesproken over hoe je met je teams omgaat, hoe je communiceert, hoe je in moeilijke gesprekken kunt functioneren. Er wordt gesproken over hoe je organisaties kunt leiden. En als ik zo'n conferentie uitkom, dan denk ik, yes, mijn hart en mijn handen, de oprechtheid van mijn hart en de bekwaamheid in mijn leven is opnieuw een stukje gegroeid. In mijn overtuiging kun je alleen leider zijn als je bereid bent om altijd te blijven groeien. GLS is één van die krachtige instrumenten om te groeien als leider. En ik wil je van harte aanmoedigen om deze twee dagen te nemen en te investeren in datgene wat leiderschap is en waardoor je anderen kunt dienen in het Koninkrijk van God. Wees van harte welkom.